Gozens in één keer doorgespeeld, Malone. Merkwaardige loopbaan heeft hij. Gozens, het grootste gedeelte heeft hij inmiddels weer opzitten, maar hij is een goede voetballer. Dat is er niet altijd uitgekomen. Hier is hij weer. Dit is weer een bekeken paas in de richting van Malone. El Kayati. En dan Immers. 1-0 ADO. Droomstart voor de mannen van Groenendijk. En het begint met die mooie opening van Gozens naar de rechterkant, naar Malone. Dit is een mooi paasje. Dan ligt het open. Dat doet Malone er nog niet zo heel veel mee. Maar in de rebound komt hij bij El Kayati. En dan min of meer bij toeval via Jansen voor de voeten van Immers. Het is natuurlijk een tegenvaller voor Utrecht, maar of ze daar nou helemaal van de kaart van zijn, dat waag ik te betwijfelen. In Venlo ging het ook zo. Kijk naar de eindstand van Overeem. Een goede paas, Kerk, te wild, te snel. Waarom op die manier? Gozens, El Kayat. Slordig, El Kayati, waardoor hier uiteindelijk van de streek nog eens kijkt, maar dan te slap inschiet om Zwinkels te passeren. En hij weet het, dat had hij daar beter moeten doen. En hij maakt ze veel tegen ADO. 3 keer meer dan tegen welke andere club dan ook. Dat was behoorlijk link wat Gozens daar deed. Boussaïd in de handen van Zwinkels. Meijers verliest de bal. Kerk. Valkenburg in de achtervolging. Pinas is snel en Kerk schiet voorlangs. Misschien wel omdat Pinas hem daar op de hielen zat. Tweede schietkans voor Kerk. Al vroeg in de wedstrijd. Hij aan de basis van die kans. Ongeveer. Klaar. Te lang, want Kluiber staat buiten spel. Dus doet dit er allemaal niet toe. En de vlag gaat meteen omhoog. Hè? Dus je kan ook wachten totdat het doelpunt gemaakt is en dan nog eens even kijken. Maar dat zou in dit geval ook niks uitgehaald hebben. Want A, het blijft twijfelachtig. En B, een buitenspelcamera hebben we hier niet. Wellicht weer zo'n moment voor Aron Den Haag. En Meijers, de net eerder bij een Kluiber. Meijers 2-0. Ja, weer een moment voor Aron Den Haag. Wat zijn ze effectief. 36e minuut. Het gaat daar rechts achterin wel heel erg makkelijk bij Utrecht. Kluiber, die is verdediger, maar dat doet hij daar even niet. Waardoor Meijers makkelijk door kan. Dat mag hij zich aantrekken. Hier, dit duel. Lijkt toch nergens naar. En dan gekaatst met Dekker. Paas van El Kayati. Hier. Kluiber veel te makkelijk uitgespeeld. Dat is allemaal heel mooi gedaan. Maar dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Dekker. Links is El Kayati. Dekker. Links is El Kayati, El Kayati, wat ook voor de medespeler, het is 3-0.
Het is 3-0. Het is 3-0. ADO slaat toe. En hoe bakker is de man die dit keer het laatste tikje geeft. In 2 minuten tijd lijkt ADO de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Ja, zeg nooit nooit, maar... Wat staan ze daar te schutteren achterin bij Utrecht? En wat speelt ADO dat slim en snel uit? Becker, El Kayati, en die heeft altijd oog voor de medespeler. Bakker schuift dan binnen. Kluiber. Hoesaïd, Kerk. Kerk. Ja, hij is wel sterk. Hij heeft de bal namen nog altijd, maar schiet Utrecht er wat mee op. Bazour. Dan naar de buitenkant gespeeld. Dat is aardig gedaan, maar het schotje van Boussaïd, ook al doet hij het met de buitenkant, belandt in de handen van Zwinkels. Die heeft er geen probleem mee. Hier is Valkenburg, hier is El Kayati, weer Valkenburg. Valkenburg, hij krijgt hem in het voetje niet tegenaan. Is ook een gentleman die daar niet de voet helemaal keihard doorhaalt. Hoeft ook niet met 3-0 voor. Jens. Dit is Jens die voorkomt dat El Kayati voor 4-0 zo. Meijers en Van Overheem lijkt het dan te winnen, maar daar is dan toch nog El Kayati. Kwartier. Plus de extra tijd. Het Haags kwartiertje. Daar moet Utrecht dan misbruik van gaan maken. Goed hoor. Het is niet de eerste keer dat hij zo kijkt, Kerk. In de richting van Lindhout. Ja, zo is het. Kluiber. Bovenrichting verandert. Levert het meest opwindende moment op tot nu toe. Ik denk toch echt dat het een hoekschop is. Lindhout wil er niet van weten. En Bazour. Lindhout weet het zeker. Even kijken wie hem dan aanraakt. Ja, via Gozes. Bazour. Gustafsson. Ingreep van Malone. El Kayati. Goppel. En daar is Lorenz. De vrijheid van de spelers van ADO. Nee zit voor het doel, die zou hem graag willen afmaken. El Kayati staat op de rand, ze helemaal vrij, maar net even achtergegeven, waardoor El Kayati niet in één keer kan uitkomen. Doet ADO dus, omdat Lorenz zo zorg is te weinig. Komt er nog een kans toch voor Utrecht? Ook niet uit deze situatie nu. En dus wellicht weer een keer een kans voor ADO Den Haag. Oké, Jet. Goed schot. Beugelsdijk, Immers, Nesit en ook Pinas. Lengte genoeg. Bal is ook hoog genoeg. Nesit komt. Dan komt hem voorlangs. En Guara haalt hem dan weg. Nu komt hij weer terug bij El Kayati. El Kayati. Ja. En dan binnengegolven. Nesit mag hem maken. Nesit schuift hem binnen. Nesit is blij. De spits is altijd blij als hij scoort. Het is 4-0.
El Kayati, de aangever. Nee, zit zijn zesde van het seizoen. Zo lang geleden zo'n ruime voor ADO. De kapbeweging van El Kayati. En dat mee zit die daar tussen Van der Marel en Jansen inkaart. Van overheen uitgekapt. En dat balletje er precies overal tussendoor. Die gaat er ook nog in. 5-0. Goosters met de hoekschop. 5-0. Dat zijn wel erg ruime cijfers. Binnengeprikt door Immers. Die daar wel heel nonchalant zijn doelpuntje viert. Alsof het business as usual is. En eerlijk is eerlijk. Toen begint het voor Lex ook wel een beetje te worden. Is de tweede thuiswedstrijd op rij. Meteen ook het moment waarop scheidsrechter Lindhout de wedstrijd ten einde fluit. Dat blijft toch merkwaardig vinden. Doelpunten tellen. Je moet gewoon de extra tijd bijtrekken die ervoor staat. En dus, al dus, eindigt ADO Utrecht spectaculair. En een eindstand van 5-0.